Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een super grote winactie voor jullie. Zoals de meeste van jullie al weten, hou ik ervan om winacties te doen. Al sinds ik mijn kanaal ben begonnen, doe ik er echt een heleboel. Maar de winactie van vandaag is echt by far de grootste winactie die ik tot nu toe heb gehouden. De laatste winactie die ik heb gehouden is een aantal weken geleden op mijn Instagram geweest. Daar heb ik de Easy Body Advent kalender weggegeven aan een van jullie. Dus als je meer winacties wilt zien, volg me dan vooral op Instagram, want daar heb ik er ook altijd een hele hoop. En hier op mijn kanaal heb ik ongeveer één of twee keer per half jaar een winactie. Maar de winactie van vandaag, jongens, it's a lot. Ik heb het ook expres bewaard voor december, want ik vond het leukst om een winactie te doen met de feestdagen, want dan kan ik weer iemand blij maken. Want nou, met corona en zo hebben heel veel mensen geen baan meer of wat minder geld, of zijn gewoon mensen over het algemeen iets minder vrolijk. Dus ik hoop dat ik met de winactie van vandaag iemand een beetje vreugde kan geven. Eventjes alvast, want ik weet altijd al van tevoren wat voor vragen ik ga krijgen. De vraag die ik sowieso ga krijgen is: Sarah, waarom geef je zoveel producten weg slechts aan één persoon? En waarom niet een aantal pakketten voor een aantal personen? Daar heb ik een aantal redenen voor. Ten eerste is dat gewoon te veel gedoe voor mij. Ik heb gewoon geen zin om allemaal 100 pakketten te maken. Plus, ik ben zo'n persoon die dan per se wil dat alle pakketten evenveel waard zijn. En dat is gewoon bijna niet te doen. Dus ik heb gewoon besloten om alles weg te geven aan één winnaar. En die persoon kan dan de prijs weer verdelen met vrienden en familie. En op die manier maak ik toch een aantal mensen blij. Het meeste wat je kunt winnen is make-up, obvious. Maar ik heb ook wat accessoires, wat skincare. Dus er zit gewoon van alles in deze winactie. Ik ga vandaag sowieso in deze video letterlijk alles laten zien wat je kunt winnen. De winactie loopt 1 week. Op het einde van de video zal ik vertellen wat je kunt doen om te winnen. En het staat beneden in de beschrijving. Dus als jij niet wilt weten wat je kunt winnen, dan hoef je deze video ook eigenlijk gewoon niet te bekijken. Doe dan gewoon even de stappen die in de beschrijving staan. En dan doe je gewoon automatisch mee. Oh, de winactie is ook voor mensen in België. Dus in Nederland en België kunnen gewoon beide meedoen. Oké, laten we dan gewoon snel beginnen. Ik ga jullie eventjes laten zien wat voor producten je allemaal kunt winnen. En jongens, het is echt superveel. Ik ben echt helemaal enthousiast erover. Oké, dit is de eerste tas. Zit echt letterlijk helemaal vol, jongens. Oké, het eerste wat je kunt winnen is deze pop ding voor op je phone. Deze moet je zo hierop plakken. En dan is het makkelijker om je phone vast te houden. Deze is van Nikki in samenwerking met Beauty Bay. Dan heb ik hier ook nog een matte gezichtsprimer van Max & More. Van Only You heb ik hier badconfetti voor in je bad. Even vergeten, wat heb ik op mijn lippen? Ik heb deze matte liquid lipstick op van Chic Glam. In de kleur Crimson. Dit is het merk die te koop is bij Shine. Dus ook gewoon lekker betaalbaar. Dan gaan we verder. Ik heb hier een paletje van Pixi die je kunt winnen. Dit is een oogschaduwpaletje met echt prachtige mauve kleurtjes. Ik heb hier van Max & More een hele set met oogpotloodjes of lippotloodjes. Je kunt ze voor allebei gebruiken. Van Bondi Sense heb ik hier een handschoen. Dus als je bruiner wilt aanbrengen, moet je dat altijd doen met een handschoen. Dus dan heb je deze handschoen. Ik heb hier twee gezichtsmaskertjes van Cies of zoiets. Size Cies. Een hyaluronic masker. Dat brengt een beetje hydratatie. En een lifting masker. Dat is een beetje anti-aging. Dus twee do-it-yourself maskers. Ook van Max & More heb ik hier hun gel eyeliner. En ik heb van Technique deze duo gezichtsmaskers. Ook nog van Max & More heb ik hier 3 lip liners van hun. Deze zijn echt geweldig, jongens. Echt heel erg betaalbaar en super, super fijn. Dus deze heb ik voor jullie in 3 kleuren. Ik heb hier van Morphe in samenwerking met Nikita haar brush set. Dit is dus een set van kwasten. Je hebt 4, 5, 8 kwasten. Dan heb ik hier van de Kruidvat van hun Naturel Line oog make-up remover. Ik heb hier van Clarence een body crème volgens mij. Of is het voor in de douche? Dit is volgens mij voor je lichaam in de douche. Van Max & More heb ik ook nog deze lippalm. Van L'Occitane heb ik hier micellair water om je gezicht mee te reinigen. Van Only You Easy Paris heb ik dit super schattige oogschaduwpaletje. Kijk even dit. Echt heel erg cute. Ik ga er allemaal een beetje snel doorheen, anders zit ik hier nog voor een uur. Ik heb hier van Coconut Water een shampoo en een conditioner. Ik heb van Essence de I Heart Extreme Mascara. Van Clarence heb ik hier de Wonderwear Mascara. Deze mascara, jongens, is zo ontzettend fijn. Hij is echt rete duur, maar hij is echt heel erg fijn. Dus deze kun je ook winnen. Ik heb van NYX de Approve It Eyeshadow Primer. Van A Boozy Shop heb ik hier een kwast, een poederkwast. Ik heb van Max & More weer zo'n lipbalm in een paarse kleur.
Van Essence heb ik hier een oogschaduwkwastje. Altijd handig om te hebben. En van Be Creative Makeup heb ik hier een Body & Face Glow. Dit is een liquid highlighter voor je gezicht of je lichaam. Echt een prachtige kleur, by the way. Van de Body Shop heb ik hier hun Banana Shampoo en Conditioner. En van Urban Decay heb ik van hun Moondust Line hun Shimmer Lip Gloss. Deze heb ik opengemaakt, maar ik heb hem niet gebruikt hoor. Dit is de kleur Nova. Alles wat ik vandaag laat zien is compleet ongebruikt. Dat is deze. Van de Only You Line van de Easy Paris heb ik ook deze leuke set voor jullie. En hier zit een oogschaduw in, lipstick, eyeliner, gewoon wat verschillende make-up producten. Dan heb ik van Clarins ook weer een moisturizing balmpje. En van Pixi heb ik de Brightening Perfecto. En dan van Max & More weer zo'n lip liner. Van Only You heb ik dan ook weer deze douche set. En van de Only You Line heb ik ook dit oogschaduw setje met drie verschillende oogschaduwpaletten. Ik heb hem al wel opengemaakt omdat ik ze wilde zien, maar het is gewoon ongebruikt. Hierachter staat ook op hoe ze eruit zien. En van Clarins heb ik hier de Essential Protection Kit. En dit is een kit met, even kijken, een handcreme en een gezichtscreme. Nightcreme is dit. Ja, een nachtcreme en een handbalm van Clarins. Ook weer heel erg prijzig, maar echt super fijne producten. Van Be Creative Makeup heb ik hier hun Midnight Red Advent Kalender. Dit is een 12 dagen advent kalender. Heel leuk om te gaan unboxen in december. Van Mind Sponge heb ik hier de Moshi Moshi Mind Gezichtsponge. Dat is om je gezicht schoon te maken. Van Essence heb ik hier een paletje van hun. Hele mooie kleurtjes. En van Pixi heb ik hier een tonic set met drie verschillende toners in mini verpakkingen. Van Body Sense heb ik hier hun Ritual Tanning Milk. Dit is zo'n crème die je kunt aanbrengen over je lichaam en dan word je elke dag ietsje bruiner. Van Only You collectie heb ik weer een oogschaduwpaletje. Super super cute. Je kunt hem ook ophangen in je kerstboom als je dat zou willen. Van Kiss heb ik hier een paar nep wimpers. Best wel naturel wimpers. Heel erg mooi. Van Essence heb ik hier weer een oogschaduwkwastje. En van Essence heb ik zo'n gezichtsklad. Dat is zo'n gezichtshanddoekje om je gezicht mee te reinigen. En van de Douglas collectie heb ik hier de Let Me Stay Creamy Eyeshadow Base. Dus een oogschaduwprimer. Dan heb ik hier de Bad Girl to the Bone set van Benefit. Hierin zit de Hoola Bronzer, de Benefit Professional en de Benefit Bad Girl Bang Mascara. Van de Only You collectie van Easy Paris weer heb ik hier een rode matte liquid lipstick. En van No Bay of zoiets heb ik hier een glanzende shampoo die je haren moet gaan laten glanzen. En dan van Max & More heb ik hier nog een mascara. Dan heb ik hier een groot oogschaduwpaletje. Dit is een Morphe paletje in samenwerking met Makita. Is echt wel een heel mooi paletje. Dit is dan hoe die eruit ziet. En dit is dan de gehele inhoud. Dus dit prachtige paletje kun je ook winnen. Van de Douglas collectie heb ik hier dan ook weer een nude lip potloodje. Van Max & More heb ik deze roze blush. Van de Douglas collectie heb ik dit klein oogschaduwpaletje. Hier achterop staan de kleurtjes. Ideaal voor herfst. Het zijn hele mooie herfst naturel kleurtjes. Van Maybelline heb ik hier hun Baby Lips Lip Balm. Van Clarins heb ik hier een hand- en nail treatment cream. En van Essence een mooie rode nagellak. Van Max & More heb ik hier dit klein bruin oogschaduwpaletje. Van Essence heb ik hier een gezichtsblushkwast volgens mij. Volgens mij is het voor blush, maar je kunt het in principe gebruiken voor wat je wilt. Van No Way heb ik hier een handcreme, een full size handcreme. Deze boom hierop is echt super super cute. Van Max & More heb ik deze prachtige rode lipstick. Hun lipsticks zijn ook altijd echt amazing. Ik heb van Maybelline deze mooie prachtige rode nagellak. Van Max & More heb ik hier blotting paper. Dat is voor mensen met een vettige huid. Dat is zo'n papiertje en je kunt dat dan deppen op je vettige plekken en dan wordt het minder vettig. Ik heb hier een klein single oogschaduw kleurtje van NYX Cosmetics. En van Elf heb ik hier hun Baked Highlighter in een prachtige kleur. Dit is de kleur Apricot Glow. Dan heb ik hier weer een oogschaduwkwastje van Essence. Je krijgt echt superveel oogschaduwkwasten van Essence. Van Spa heb ik hier een handcreme. Dit is het skincare merk van de Action. Van Clarins heb ik hier weer een balm die je kunt gebruiken voor whatever. En van Catrice heb ik mijn fave concealer. Dit is echt een van de beste betaalbare concealers. Van Spa heb ik dan ook weer deze dagcreme. Ik heb hier ook een highlighter stick van de Douglas collectie. Ik heb hier van Essence een high gloss topcoat. Dit is een nagellak topcoat voor op je nagels. Van L'Occitane heb ik hier een handcreme voor mensen met echt super super droge handen. En van NYX heb ik hier de Born to Glow
Glow Liquid Highlighter voor op je gezicht of je lichaam of waar je het ook voor wilt gebruiken. En dan ook weer van de Douglas collectie heb ik hier een wenkbrauwpotloodje. Ik heb hier van NYX Cosmetics weer zo'n losse oogschaduw in een hele mooie gouden kleur. Van NYX Cosmetics heb ik ook deze lippalmpje van hun. Van Essence heb ik hier dan weer een handcreme. En van Zoeva heb ik deze super fijne oogschaduw buffer. Dit is de kwast nummer 142. Is wel een mini versie, maar deze is echt heel erg fijn. Ik heb hem in de normale versie. En deze gebruik ik altijd voor oogschaduw primer. Oké, deze tas is dan leeg. Maar ik heb nog een tas. Er komt nog meer. Oh my god. Dit is dan tas nummer 2. Die ook echt helemaal vol zit. Oké, we gaan weer verder. Ik heb hier nog een Pixi paletje. Dit is een gezichtspaletje met highlighter, bronzer en twee blushes. Ik heb hier van Coco Star dit gezichtsmaskertje. Ik heb van Max & More een nude lipstick. Van Essence heb ik deze wenkbrauwpoeder set. Ik heb hier van Only You deze prachtige nagellak. Echt heel erg mooi met zo van die glitters erdoorheen. En van Pixi heb ik deze neppe tattoos die je kunt plakken op je lichaam waar je het wilt. Dan heb ik hier van Max & More een mascara en ook weer een lipstick. Ik heb hier van Anouen of zoiets deze Eco Hair Brush. En van Pixi heb ik dit groot oogschaduw paletje. Heel erg mooi paletje. Ideaal voor everyday. Ik heb van Boozy Shop deze Metal Straw Set. Dit zijn dus rietjes die je kunt hergebruiken. Van Benefit heb ik hier de Roller Lash Mascara. Een fave van heel veel mensen. Ik heb hier een handig random haarbandje. Voor als je je skincare gaat doen ofzo. Dan kun je die gebruiken om je haar niet helemaal nat te maken. Van Technique heb ik nog een gezichtsmaskertje. Mensen gebruiken gezichtsmaskers. Het is echt super goed voor je huid. Ik gebruik ze altijd heel veel. Van Benefit heb ik deze handige spiegel. Deze is echt super mooi. Er staat ook hierop Benefit. Maar je kunt dat eraf halen als je dat zou willen. Van Pixi heb ik deze Hydrating Gel. Ik heb van Max & More weer zo'n lipbalm in een donkere kleur. Van Max & More heb ik ook hun contourstick. Deze contourstick is echt zo erg fijn, jongens. Ik heb hem in de kleur medium. Van Max & More heb ik dan ook weer zo'n oogschaduwpaletje. En van de Body Shop heb ik deze Hydrating Bed Foam voor als je in bad gaat. Van Filorga heb ik een crème, de Radiance Crème. Dit geeft je gezicht een soort van glow. Van Javish Gel of zoiets heb ik hier de Rescue Me Leave-In Conditioner voor in je haren. Van de Boozy Shop in samenwerking met, hoe heet ze ook alweer? Ik ben de naam vergeten, maar dit is in samenwerking met iemand. Heb ik hier een gezichtskwast. Van Essence heb ik nog een oogschaduwkwastje. Van de Only You collectie heb ik hier een handcreme in een super schattige verpakking. Van de Be Creative Midnight Red collectie heb ik hier een liquid eyeliner in een rode kleur. Kun je een hele mooie rode winged eyeliner creëren. Van L'Occitane heb ik hier een shampoo, een kleine versie van een shampoo. Ik heb van Technique Cosmetics deze translucent poeder. Ik heb hier een random nagelvuil als je die zou willen. Ik heb van NYX Cosmetics nog zo'n losse oogschaduw in een groenige kleur. En ik heb van Spa een klein spiegeltje, handig voor in je tas. Van Max & More heb ik hier een set met drie zwarte oogpotloodjes. Van Gosh heb ik hier een beetje een mintgroene nagellak. En van The Body Shop heb ik hier nog een handcreme, echt ideaal voor in de winter, jongens. En van de Douglas collectie heb ik hier een nagelolie voor je nagelriemen. Van Technique Cosmetics heb ik hier een klein oogschaduwpaletje. Kijk even hoe prachtig deze kleuren zijn, heel erg mooi. Van Impress heb ik deze neppe nageltjes die je kunt opplakken. En van NYX Cosmetics weer zo'n los oogschaduwtje. Van Maybelline heb ik hier een zwart oogpotloodje. Van Max & More heb ik hier een highlighter. En van Max & More heb ik hier ook een goud oogpotloodje. En ik heb hier dit. Ik weet niet van welk merk dit is. Maar dit is om je kwasten mee schoon te maken. Je kunt dan hier zeep op doen. En dan zo met je kwasten eroverheen gaan. Van de Douglas collectie heb ik hier een mascara. Van Spa heb ik hier een haarconditioner. Van Morphe heb ik hier een kleine versie van hun setting spray. Ik heb hier een mini versie van de Moroccan Argan Oil. En van Kiko heb ik hier een klein oogschaduwpaletje van hun Vegan Conscious Line of zoiets. 01 Good Vibes is dit paletje. En dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Heel erg klein. En dit zijn dan de kleurtjes. Je krijgt best wel veel kleuren voor zo'n kleine verpakking. Ook heb ik hier nog een handige wimperaanbrenger. Of hoe je dit ook moet noemen. Dit is zo'n tool die je kunt gebruiken als je nep wimpers wilt opplakken. Je pakt ze hiermee vast en je plakt ze dan zo op.
Van Urban Decay heb ik weer van hun Moon Dust lijn. Een liquid highlighter voor je hele lichaam. Glitter Liquid Face and Body Illuminator in de kleur Moonspoon. Ik heb deze echt en ik vind hem echt ideaal. Hij is heel erg fijn. En dit is dan hoe hij eruit ziet en de kleur. Ik heb hier van Argan Oil een shampoo en een conditioner set. Van Body Sense heb ik hier de self-tan eraser. Als je dus hebt geselftand en je vindt het niet mooi of je hebt vlekken of wat dan ook, dan kun je dit product gebruiken om het eraf te halen. Van Spa heb ik hier een face wash om je gezicht schoon te maken. Van Simply Essentials of zoiets heb ik hier een haarmasker. Ik ken dit merk eigenlijk niet. Of is het merk Mellor & Russell? I don't know. Maar dit is in ieder geval een haarmasker. Van Revolution in samenwerking met Sof heb ik hier een lipstick in de kleur Fudge. Is een hele mooie bruinige lipstick. En van Catrice heb ik hier de Clean ID Eyeshadow Palette. Oh, er viel iets uit. En dit is een klein oogschaduwpaletje met bruine neutrale kleurtjes. Hier heb ik weer twee shampoo en conditioner setjes. En van Be Creative Makeup van hun Midnight Red collectie weer heb ik hier dit oogschaduwpaletje. En dit zijn alle kleuren. Een beetje warme kleuren. Ik heb dit paletje dubbel en ik heb hem al één keer gebruikt. En het is echt, echt een heel erg fijn paletje. Van Makeup Studio heb ik hier een paletje van hun, Pretty Honey Palette. En dit is een paletje met echte lipstick, een blush, oogschaduw. Er zit hier gewoon een kleurtje in voor alles. En dan heb je ook zo'n handig briefje erbij waarop staat wat alles is. Dus je hebt een concealer base, eyeshadow primer, highlighter, blush, lipkleur en een eyeliner eyeshadow. En het zijn allemaal cream kleurtjes. Van Catrice heb ik hier weer deze hele, hele mooie nagellak. Van Max & More heb ik deze eyeliner pen. En van Kiko van de Conscious Line heb ik hier een lipstick nummer 04. Dit is dan hoe de lipstick eruit ziet. En dit is de kleur. Een beetje een soft rode kleur. Van Spa heb ik hier weer een shampoo. Van Technique Cosmetics heb ik hun Juicy Stick Lip Pencil. Dit is een grote rode lippotloodje die je kunt aanbrengen in een hele mooie rode kleur. Ik heb hier van Max & More een lipbalmpje. Altijd handig om te hebben. En van Max & More heb ik ook weer zo'n lipbalmpje, lipstick. En dan heb ik hier ook weer een shampoo en conditioner set die je kunt testen. En van de Moon Dust lijn van Urban Decay heb ik hier weer een lip shimmer lipstick. En nu is het in de kleur Solar Flare, dus het is een beetje een rode kleur. En van de Douglas collectie heb ik hier een zwart oogpotloodje. Van Maria Malky heb ik hier een losse oogschaduwpigment in de kleur 11. In een hele mooie gouden kleur. Kijk even hoe mooi ook die verpakking is. Heel erg mooi. Ik heb hier van Essence een nagelvuil. Een grote nagelvuil. Van Ardell heb ik deze Nep Wimpers Natural 110 Wimpers. Van Essence heb ik dit oogschaduwpaletje. De Rose Edition Eyeshadow Palette. Van NYX Cosmetics heb ik hier de Word The Hype Mascara. Van Maybelline heb ik hier een zwarte nagellak. En ik heb hier een random badbon die je in je bad kunt doen. Van Filorga heb ik hier de Oxygen Peel. Filorga, by the way, is echt een high-end merk die te koop is bij de Easy Paris. Ik heb al superveel producten van hun gebruikt. En het is echt, echt een heel fijn merk. Van Maybelline heb ik hier hun City Bronzer in de kleur Medium Cool 200. Van Pixie heb ik hier hun Under Eye Brightening. En van de Body Shop heb ik hier hun Moisturizing Cream voor op je gezicht. Een gezichtscreme. Van Clarins heb ik hier nog zo'n moisturizer. En van NYX Cosmetics heb ik hier weer zo'n kleine losse oogschaduw. Van Maria Malky heb ik hier weer zo'n losse oogschaduwpigment in de kleur nummer 9. Dit is ook een hele mooie kleur. Een beetje goud, lichter goudachtig. Die andere was echt geel goud en dit is meer een champagne goud. Van Catrice heb ik hier nail olie, dus nagelolie. Van Max & More heb ik weer zo'n lichte nude kleur lipstick. Van Spa heb ik hier een gezichtsscrub om je gezicht mee te scrubben. Van Douglas heb ik zo'n mintgroene nagellak. Van Max & More ook weer een klein mini oogschaduwpaletje. Van Be Creative Makeup heb ik deze glitter lip topper in de kleur 01 Gleam. Deze heb ik al, deze had ik dus dubbel. Heb ik gebruikt en is heel erg mooi. Geeft echt zo'n mooie glitter effect op je lippen. Van Filorga heb ik hier hun micellair water om je gezicht te reinigen. En weer zo'n lipbalmpje van Max & More. Van L'Occitane heb ik hier weer een handcreme. Van Max & More heb ik hier een brow gel om je wenkbrauwen goed op hun plek te houden. Van Spa heb ik hier een body mist voor je lichaam. En van Spa heb ik hier een haarmasker. Die kun je dus lekker in je haar doen om je haar te verzorgen. Van Essence heb ik hier weer een bruine glanzende nagellak. Van NYX Cosmetics heb ik hun Epic Ink Eyeliner Pen. Dit is echt een hele, hele fijne zwarte eyeliner pen. Van Max & More heb ik hier weer een rode lippotloodje.
Van Essence heb ik de Tiny Tip Eyeliner Pen. En van Holika Holika heb ik hier hun Aloe Vera Crème. Van de Body Shop heb ik hier hun Strawberry Lip Balm. En ik heb een random puntenslijpertje. Van Max & More heb ik hier een nude lippotloodje. Deze gaat samen met een ander nude lipstickje van Max & More die ik toen net liet zien. Van NYX Cosmetics heb ik hier de Lip Loving Lip Balm. En van Only You Collectie heb ik hier een prachtige lichtroze nagellak. En van UNG Cosmetics heb ik hier ook weer een oogschaduwpigment in een beetje een lichte wit gekleurd, zoals je hier doorheen kunt zien. Van Pixi heb ik hier een matte liquid lipstick in een prachtige beetje rozige nude kleur. Van Spa heb ik hier een lipballen om je lippen te verzorgen. Van NYX Cosmetics heb ik hier een mini versie van hun HD poeder. En van Kiko van de Conscious Line heb ik hier hun highlighter in de kleur 02 Open Mind. Weer echt die prachtige verpakking. En dit is dan de kleur. Een beetje een peachy kleur. Dan heb ik hier nog zo'n losse oogschaduw van NYX Cosmetics. En van Spa heb ik hier een kleine zeep. En dan als allerlaatste heb ik hier een lipstick van Be Creative Makeup in de kleur 016 Mary Berry. Is een hele mooie rode kleur. Echt prachtig, ideaal voor de feestdagen. En dan zijn we eindelijk klaar, jongens. Nou jongens, dit was dan alles wat je kunt winnen. Zoals ik al zei in de intro, het is een heleboel. Het zijn echt een heleboel producten. En ik denk dat jullie hier echt heel blij mee gaan zijn. Nou, wat moet je precies doen om dit allemaal te kunnen winnen? Ten eerste, abonneer hier op mijn YouTube kanaal. Als je dat al hebt gedaan, dan ben je al goed op weg. Like deze video. Geef me een dikke vette like. Volg mij ook op Instagram. Mijn Instagram is Sarah Mariek. Als je geen Instagram hebt, maak er gewoon eventjes snel eentje aan en volg me daarmee, want anders kun je helaas niet meedoen. En de laatste stap is, laat een reactie achter onder deze video waarom jij al deze make-up zou willen winnen. En laat ook eventjes jouw Instagram naam achter in de reacties. Dus vergeet dat niet, want als je dat niet doet, kan ik jou geen bericht sturen als je hebt gewonnen. Dus alle stappen die je moet doen is abonneer op mijn kanaal, like de video, volg mij op Instagram en laat een reactie achter onder deze video. En dan doe je mee met deze mega winactie. Hij loopt dus precies 1 week en alle informatie staat ook nog beneden in de beschrijving als je het gewoon eventjes wilt nalezen. Nou jongens, ik ben zo enthousiast. Ik hoop dat jullie even enthousiast zijn als mij. Voor de persoon die wint alvast heel veel plezier met al deze producten. En ik wens iedereen hele fijne feestdagen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!